Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschap shopvlog. Eindelijk barefaced en mijn haar zit op een knot, want het is vandaag de dinsdag dat het bijna 40 graden gaat worden. En het is nu 9:30 en ik heb het al warm. Maar toch moest ik boodschappen doen, want ik had eigenlijk niet meer zo heel erg veel in huis. Vooral niet meer zo heel veel fruit, dus dat heb ik eventjes opgepikt bij de Aldi. Het is ook de enige winkel waar ik vanochtend ben geweest. Want hoewel het normaal gesproken weer productief te blijven, wil ik dat vandaag gewoon absoluut niet. Het is ook donker nu in huis, als je denkt, hé, andere lichtsetting, alles is potdicht. Dus ik ga jullie meenemen wat ik bij de Aldi heb gehaald. Zoals jullie weten probeer ik ook onder de 100 euro per week te blijven. En ik denk zowaar dat dit de eerste weken zijn dat dit ook echt gaat lukken. Het heeft vooral te maken met dat het vandaag dus al dinsdag is. Wij tot vrijdag met twee kinderen zijn, dus vier in totaal. En dan vrijdag, zaterdag met twee volwassenen. En dan op zondag komen Fleur en Meesjes, dan zijn we weer met twee volwassenen en twee kinderen. En dan begint voor onze zomervakantie. Dus volgende week wordt het denk ik echt wel een stuk trickier. Deze week hebben we nog een vrij relaxte week, dus ik ga jullie meenemen wat ik nu bij de Aldi heb gehaald. En mocht ik van de week nog een keertje naar de winkel moeten, dan neem ik jullie natuurlijk gewoon weer mee. Alles zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je boodschappen shopblokjes leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan ga ik laten zien wat ik vandaag gehaald heb. Doem, 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 doem. Valt echt wel mee, hè? We hadden gisteren natuurlijk logisch een kinderfeestje. Dus nou ja, toen heb ik voor Pascal iets uit de vriezer gebracht. En het kinderfeestje kwam met een pannenkoek of met een frietje. Dus ik heb gewoon van wat de kinderen een beetje overhielden meegepikt. Maar wat ik heb gehaald voor vanavond. Eigenlijk helemaal niks. Maar goed, ga ik zo op terugkomen. Maar goed, dit is dus wat ik tot nu toe heb gehaald. Deze, die heb ik vorige keer ook meegenomen. Maar... Dit was de laatste en dat was in de aanbieding nog steeds. Normaal gesproken is het 3,5 euro. En ik geloof nu 2,60 of zo. Dus ik denk, die kan ik gewoon lekker invriezen in 2x2. Want die hebben ze gewoon. Ze zijn super lekker. Dus het is een hele mooie vondst. We eten een keertje. Ik wou kaasnietsels doen met broccoli. Maar de kaasnietsels hadden ze niet. Het hele vak was leeg. De Aldi was sowieso een beetje leeggepikt. Terwijl het nog best wel vroeg was. Dus. Ik heb de kipburgers meegenomen met broccoli en ik kan er even een gebakken aardappeltje bij doen. Ik heb van vorige week nog de pastasaus bewaard. Dus ik wou pennen kopen, maar ook dat hadden ze allemaal niet meer. Ik heb nog wel een heleboel random kleine zakjes, dus dan gaat dat wat worden. Met dan de gehakt vlees, zowel de vega variant als de gewone variant had ik nog over. Dat heb ik in de vriezer gedaan. Dus ik heb daar alleen nog maar geraspte kaas voor bij gedaan. Vanavond eten we soep met broodjes en knakworst, want dat heb ik allemaal nog over van het weekend. Dus dat kunnen we lekker gebruiken, hoef ik dat niet te koken. Ik heb weer soja yoghurtjes voor in de ochtend en roomboter voor op het brood. Ik heb smeerkaas, want die was op. Koekjes voor in de koekjesrommel en de laatste voorlopig. Schoolkoekjes. Dit zijn de fruitbiscuit appel. En dan kunnen ze nog een paar dagen wat koekjes meenemen naar school. Van de week, ik weet niet hoe we erop kwamen. Ik heb geen idee. Berkey vertelde in ieder geval dat ze die beefy worstjes heel erg lekker vindt. Deze zijn van de Aldi, dus dan kan ze die proberen of als ze die lekker vindt. Ik zelf vind dat soort dingen nooit lekker, maar als zij dat lekker vindt, heb ik het leuk. Omdat ik met warm weer altijd meer zin heb in zout en mijn kinderen blijkbaar ook, heb ik even van die paprika sticks meegenomen. Ik denk dat ik vanmiddag met hun naar het Veerse Meer ga, dus dan kunnen we het lekker meenemen. De pindakaas was op, dus heb ik weer lekker een nieuwe pot. De café is wel ietsjes lekkerder, maar voor de hoeveelheid die we smeren zit natuurlijk prima. Alvast weer een blok kaas, want we hebben nog zo'n stuk. Maar dan kan je in ieder geval de volgende pakken als die op begint te raken. Normaal gesproken heb ik altijd eentje op voorraad en sinds ik met de challenge ben begonnen niet. En dat merkte ik van de week, want toen was het dus op en nou, je had de gezichtjes moeten zien van iedereen dat ik geen kaas op voorraad had. Ze vonden het allemaal niet oké, dus ik doe hem gelijk eventjes eentje op voorraad. We hebben boterhamworst en grillworst als beleg. Ik heb nog genoeg vegetarisch spul. Ik heb aardbeidjes en kersen. De kersen waren in de aanbieding. Aardbeien overigens niet, maar die zijn nu niet zo heel erg duur. Dat valt wel mee. En witte druiven. En de slurpje pakjes waren in de aanbieding. En ik heb geloof ik nog maar twee pakjes. Dus dat is altijd handig, ook als we naar het strand gaan in de vakantie. Dus die nemen we ook even mee. Dus ik heb in ieder geval, nou vanavond eten we dan dus witte puntjes met knakworstjes en soep. Eten we morgen de kipburgers met broccoli. En dan eten we donderdag de spaghetti
nou ja, dan vrijdag geloof ik nog lasagne heb staan, zoiets of zo. Dan gaan we het een beetje op die manier doen. Zaterdag eten we altijd friet met snacks en dan kijken we even wat we zondag doen. Ik heb overigens ook nog deze gehaald. Die zag ik in de folder staan. Dit is een waszak voor aan de deur. Die kan je dan zo ophangen. Helemaal zo leuk. Kijk zo. En we hebben een badkamertje beneden. Deze. Hier douchen Pascal en ik. Het is echt een megazootje. Het is echt heel klein. Hier heb ik de douche. Heel klein badkamertje. Heel rommelig. Maar dit gebeurt dus altijd. Want wij doen dus hier onze kleding uit. En dan schiet je het op de grond. En dan ja, trek je je pyjamaatje ondergoed aan. En dan schiet je naar boven naar je bed. En de wasmachine en de wasman staan nog een verdieping erboven. Het is een mega groot luxe probleem. Maar als je in onze levensstijl, waarin je pas naar bed gaat op het moment dat je eigenlijk echt al een uur geleden had moeten liggen. En je echt een paar uur moe was. Ja, dan flik je het gewoon neer. En dan één keer in een paar dagen dan pak ik het allemaal op en neem ik dat mee. Maar dat is natuurlijk niet handig. Dus ik dacht, als nou die waszak aan de deur hangt, is het wel handig. En ik had er iets van ruimte in bezet, had ik bedacht. Ik vind eigenlijk niet dat ik het moet meetellen, want de afspraak was 100 euro voor de boodschappen. Dit is geen boodschap, dit is gewoon huishoud. Maar goed, dan rekent wel eventjes mee voor nu. Het was dus in ieder geval 55,17 euro. En inderdaad, die was ook pas bijna 9 euro. Dus nou ja, dat is wel duur. Maar goed, als het nou werkt en ik hoef het niet meer van de grond, het wordt niet meer nat en klam. En dat je de duizend in één keer opstaat en ik kan het in één keer makkelijk mee naar boven nemen. Dat zou natuurlijk helemaal ideaal zijn. Ik ga dit lekker opruimen, want het wordt natuurlijk super snel heel erg warm, zo op mijn aanrecht. En dan neem ik jullie mee wanneer ik de laatste dingetjes haal voor het weekend. En zo was het alweer vrijdag. We zijn de week redelijk goed doorgekomen tot nu toe. Ik zit net te denken dat ik volgens mij niet heb laten zien dat ik wel nog 4 broden heb gekocht. 8,40 euro was dat. Heb ik niet laten zien. Maar het zijn gewoon weer de Zeeuwse broden. Ik heb er een paar liggen nog. Zeeuwse broden van de bakker. Ik ben wel via Too Good To Go. Ik had van een van jullie een tip daarvan gekregen. Van kijk daar ook eens af en toe op. Daar is de huidige bakker niet bij aangesloten. Ik heb wel gezegd, dat moet je doen, dat is leuk. Dus we gingen daar kijken. Dus wie weet dat ik ooit mijn brood daar nog eens een keer kan ophalen. Maar dat gezegd hebbende, kan ik daar ook online niet echt bakkerpakketten vinden hier in de buurt. Dus dat schiet me niet zo heel erg op. Maar ik heb wel een aantal keer dat ik dacht van, zal ik dit doen? Dus het is wel een goede tip. Als je wat wil besparen, kijk eventjes of je eigen in kan schrijven voor Too Good To Go. Er zitten wel wat goede steals tussen. Begin van de week ben ik naar de Aldi geweest. Dat was 55,17 euro, zeg ik dat goed? Ik sta even spieken hoor. Oh ja, moet ik de code ook niet invoeren. Ja, 55,17 euro en ik heb dus 8,40 euro uitgegeven. Dat zou betekenen dat ik 63,57 euro heb uitgegeven. Ik moet het op mijn rekenmachine doen. Echt waar, ik heb hele goede cijfers gehad voor wiskunde, maar je gebruikt het gewoon te weinig. En dat betekent dat ik nog 36,43 euro had om uit te geven voor het weekend. En ik kan je vertellen, dat is gelukt. Maar dat heeft meerdere redenen. Allereerst was ik op woensdag echt niet lekker. Ik was eigenlijk ziek. En ik had Burke naar Turner gebracht en ik viel gewoon bijna in slaap. Als in achter het stuur. Ik kon mezelf niet wakker houden. Ik was zo gaar als een konijntje. En ik kwam thuis en Pascal die echt keek naar me. Die zei, ik zet de frietpan aan. Ga jij gewoon maar lekker even op de bank liggen. We gaan over een half uurtje friet eten. Ga maar even een tukje doen. Want jij voelt je eigen echt niet prima. En die zei, nee, ik voel me eigen echt kak. Dus toen hebben we geen kipburger met broccoli en aardappeltjes op, maar friet. Dat was zelfs voor Burke een hele shock. Dat is zo, en mijn broccoli dan? Dus ze zei, doe net van vandaag de frietsaus broccoli is. Voor vandaag mag dat. Anyways, dus we hebben de macaroni nog niet op. Dat zit nog steeds in de vriezer. Want dat, ja, alles schuift een dagje op daardoor. En dat kunnen we dus eventueel zondag eten. Dus dan hebben we dat allemaal niet meer nodig. Ik ben vandaag wel langs Albert Heijn geweest om de laatste dingen voor het weekend te kopen, maar ik had dus eigenlijk niet echt heel veel nodig, omdat we sowieso al het avondeten zo goed als in huis hebben. Maar ik ga het jullie wel laten zien wat ik heb gekocht. Dit is het al. Het is echt super weinig. Ik heb zomaar wat bananen en wat appels om het weekend door te komen. Ik heb nog een half pakje kersen, dus het is meer dan genoeg voor de komende 2,5 dag. Ik heb extra vegan filet American of vega, ik weet niet. Is het volledig vegan? Het is volgens mij volledig vegan. Want het is echt een van mijn favorieten om op een brood te doen. Ik heb een nieuwe bakboter, want die was helemaal op. En van de week ben ik met de
ja, die harde vierkante botervariant van deze gaan pakken. En die is toch wat minder lekker. Ik heb cranberry, omdat Lowen heeft een schimmelinfectie. En ik heb zomaar de vermoeden dat ik een lichte blaasontsteking aan het krijgen ben. En vroeger adviseerden we dit altijd aan cliënten in de wijk. Want cranberry helpt met de verlichting van klachten daarvan. Het houdt het niet helemaal tegen. Maar ik dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Dan kunnen we in ieder geval wat drinken wat misschien helpt. Ik heb weer macaroni, omdat we dus macaroni gaan eten. En anders ik een variatie van pasta's bij elkaar moet gaan gooien om genoeg pasta te geven. En nicotinaal. En dat is niet omdat ik rook. Nou ja, ik ben wel een gezelschapsroker. Misschien als we veel feestjes hebben, 1 of 2. 1 keer in de maand op een avond. En dan moeten we echt wel wat feestjes hebben. Het is meer dat ik denk dat iedereen om me heen aan het roken is. En dat ik er dan eentje wil. Maar ik maal er eigenlijk voor de rest helemaal niet om. Maar Skal is het echt wel heel anders. Ik geloof dat we in februari zouden naar Cure Music Foute Feest zijn geweest. En toen hebben we wel zelf 1 pakje gekocht. En ik merkte op een gegeven moment, vroeg hij van, goh, zullen we een sigaretje doen na het avondeten? Waren we met z'n tweeën, nu met de schuur. En toen was het pakje bijna leeg. Toen dacht ik, we hebben er misschien met 2 of 3 op, tenminste ik. En toen dacht ik, ja, maar een beetje stress, dus ik neem er af en toe eentje. Ik zeg, pas je op dat je niet, net zoals een aantal jaar geleden, straks weer 1 pakje per week of zo of meer gaat roken. Nee, na dit pakje stop ik. En dat heeft natuurlijk langzaam geëvolueerd in dat hij best wel steeds meer is gaan roken. En af en toe zei ik er zelfs van, dan zei ik, joh, let je wel op dat je straks makkelijk kan stoppen. En nu had ik vorige week dat hij binnen stapte en ik stond echt, zeg maar, hier, zeg maar, aan het einde van de keuken. En hij stapte binnen en zei, heb je weer gerookt? Hij zei, ja, maar dat doe ik toch wel vaker. Ik zei, maar ik ruik je hier gewoon al. Je bent nog niet eens binnen en ik ruik je al. Dus ik denk dat hij nu echt wel meer dan 1 pakje per week, misschien wel 1 pakje per 2,5 dag of zo aan het roken is. Dus ik zei van de week tegen hem, je moet echt stoppen. Ik ben er echt klaar mee. Het stinkt gewoon de hele tijd. Ik ruik echt overal rook. Want zelf rook ik dus niet. En ja, wat ik vorige zei van de was, die hangt dan daar. En het is gewoon niet chill. Dus hij zei, wil je dan van mij weer van die kauwgom meenemen? Want dan kan ik misschien stoppen. Hier is hij de vorige keer, ik heb het over ruim 6 jaar geleden, is hij toen daar ook mee gestopt. Dus hopelijk werkt dat voor hem. En dan zijn we straks van de sigarettenlucht af. Dus die heb ik meegenomen voor hem, maar ik dacht, neem hem wel mee. Dit alles was bij elkaar €26,24. En dat is dus inclusief, het was best duur, €14,39 voor de nicotine. Dus gewoon bijna €15. Maar dat betekent dus dat ik ruim binnen mijn budget ben gebleven deze week. Ik ben benieuwd hoe dat volgende week gaat. Want vanaf maandag hebben wij dus 4 kinderen voor 3 weken lang. Dus ik ga wel proberen dan de kosten zo laag mogelijk te houden. En neem ik jullie gewoon weer in mee. Maar ik heb grote twijfels of ik dan rond de €100 kan blijven. Maar we gaan het zien. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk even onder in de beschrijving wat we dus ongeveer per dag gaan eten. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!